Goedemorgen, mijn naam is Lisanne de Vries en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ga nu naar de Zeeman en ja, nou zou je misschien denken, wat moet je daar nou weer? Want ja, die winkel heeft nou helemaal niet zo'n heel groot of goed imago. Maar ja, ik ga er niet zonder reden heen. Ik krijg namelijk de laatste tijd best wel veel opmerkingen van mensen die zeggen, wow, wat kan jij vaak winkelen en ik wou dat ik zo vaak dingen kon kopen als jij. En toen dacht ik, winkelen hoeft toch helemaal niet zo duur te zijn. Dus ik ga vandaag naar de Zeeman om dat te bewijzen. En ik ga gewoon kijken of ze leuke spulletjes hebben, of ze leuke kleren hebben voor weinig geld. En ja, dan ga ik er proberen om leuke outfits mee te maken. Mijn doel is niet om één volledige outfit te kopen bij de Zeeman. Want ja, als ik bijvoorbeeld geen leuke broek kan vinden, dan wil ik niet een stomme broek gaan kopen, omdat ik anders geen complete outfit heb. Maar ik wil wel gewoon zoveel mogelijk leuke spulletjes kopen. Dus ik ga er gewoon heen, ik ga kijken wat ze hebben. En ja, mocht ik geen volledige outfit vinden, dan ga ik het gewoon aanvullen met mijn eigen kledingkast. Dus ben je benieuwd naar deze video? Abonneer hieronder dan vast eventjes op mijn kanaal en doe een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Oké, nou, het is inmiddels weer een paar dagen later en ik heb mijn bestelling binnengekregen van de Zeeman. En ja, nou denk je misschien, bestelling, je ging toch naar de winkel? Ja, dat klopt. Ik ben ook naar de winkel geweest, maar ja, daar kon ik eigenlijk niet zoveel leuks vinden, want ze hadden daar heel veel grote maten en ja, dat heb ik nou helemaal niet. Dus ja, ik had eigenlijk al een beetje mijn hoop opgegeven voor deze video en ik had me er al bij neergelegd en ik dacht, ik verzin wel wat anders. Maar toen ging ik eventjes op de webshop kijken en ja, toen zag ik ineens allemaal leuke dingen staan die wel in mijn maat waren. Dus dan heb ik gewoon heel veel leuke dingetjes besteld ter waarde van 53 euro. Dus ja, als je dat mij vraagt, best wel veel. En dat ga ik nu gewoon allemaal even uitpakken. En dan ga ik na afloop kijken of ik er leuke outfits mee kan maken. En dat ga ik dan ook doen. Dus ja, laten we beginnen. Oké, ik ga beginnen met hetgeen wat ik eigenlijk het minst leuk vind van deze bestelling. En dat is deze top. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar het is gewoon een soort t-shirt model, maar dan van een heel gek stofje. Ik vind het een beetje een tuttig topje eigenlijk. Hij heeft van die roesjes aan de mouwen. Maar ja, ik ga gewoon kijken wat ik ermee kan doen. Misschien kan ik hem juist wel weer heel erg leuk stoer combineren. Dus dat ga ik denk ik eventjes proberen. Ik kan er vast wel wat van maken. Hij was ook niet zo duur. Hij was €5,99. En eigenlijk alle dingen van de Zeeman zijn gewoon heel erg goedkoop. Ja, dat had ik natuurlijk ook al wel verwacht. Maar ja, het is echt goedkoop. En ja, op zich wel een prima t-shirt. Maar misschien meer voor iemand die wat ouder is dan mij. Maar ik ga gewoon even kijken wat ik ervan kan maken. En ja, het volgende vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Ik was ook best wel verrast dat ze dit hadden bij de Zeeman. Het gaat namelijk om deze fluwelen, ja, soort bombervestje. Ik vind hem echt super mooi. Het is een heel mooi stofje. Hij is echt heel erg lekker zacht. En hij is dus ook een hele mooie kleur. Ik hou natuurlijk van roze. En ja, deze is heel erg mooi roze. Hij lijkt heel erg op de blazer die ik al heb van Lovies. Nou, vroeg laatst iemand aan mij waar ik die vandaan had. Nou, van Lovies dus. Alleen die is niet meer te koop. Maar misschien is dit wel een hele goede vervanger. En ja, ik ga hem gewoon zo meteen eventjes passen. Kijken of die goed zit. Hij heeft niet een te dik stofje. Dus dat is eigenlijk wel fijn voor het seizoen wat er nu aankomt. Dan kun je hem gewoon lekker dragen als vestje. Wanneer het een beetje frisjes wordt. En ja, hij ziet er verder heel mooi uit. Hij was €12,99. Dus ja, voor zo'n leuk vestje vind ik dat niet zo heel erg duur. En ik heb hem in maat 38 besteld. Ik denk dat ze hem niet meer hadden. Ik denk dat ze hem niet meer hadden in maat 36. Dus, maar goed, ik denk dat hij wel past. Dus dat ga ik zo meteen even proberen. Nou, wat mij ook opviel bij de Zeeman is dat ze echt heel veel leuke en lekkere basics hebben. Voor heel weinig geld. Nou, ik ben iemand die eigenlijk heel erg van basic dingen houdt. Ik draag het graag onder bijvoorbeeld een fashion basic item. Of ja, als ik thuis ben dan draag ik eigenlijk ook altijd wel van die basics. Maar ik wil er natuurlijk wel een beetje leuk uitzien. En ik heb twee leuke basics gevonden bij de Zeeman. Waaronder deze. Deze heb ik eigenlijk een beetje besteld omdat ik nog iets nodig had. Want dat is namelijk zo bij de Zeeman. Als je voor €50 iets bestelt, dan krijg je gratis verzending. En ik had geloof ik 49 nog wat. Dus ik dacht, nou, dan bestel ik er nog eventjes iets bij. En dat was deze geworden. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Dit is gewoon een hele simpele streepjestop met lange mouwen. En ja, dat komt eigenlijk altijd wel van pas. En ja, ik heb hem in maat 36. Hij was €3,99. Dus echt geen geld. En hij heeft een V-halsje. Dus ik ga even kijken hoe dit staat. En ja, die kan ik vast wel met wat leuks combineren. En dan heb ik nog een basic. En dat is deze. Deze vind ik misschien nog wel leuker. Deze was €5,99. En dit is gewoon ook weer een simpel t-shirt met lange mouwen. Deze is wel ietsje dunner, voel ik. En
Hij is donkergrijs, vind ik wel een mooie kleur. Maar hij heeft hier dus van die hele leuke roesjes. En ja, dat vind ik wel mooi. Vond het wel weer iets extra's geven. En ik denk dat deze wel heel erg leuk staat met bijvoorbeeld een rokje. Dus ik denk dat ik dat zo meteen eventjes ga proberen. Ook deze heb ik weer in maat 36 besteld. Dus ga ik ook even passen. Nou, dan heb ik nog drie dingetjes die ik had besteld bij de Zeeman. En die verbaasden me eigenlijk alle drie heel erg. Want dat zijn alle drie spulletjes van een merk. En ja, ik wist helemaal niet dat ze bij de Zeeman überhaupt merkdingen verkochten. Maar dat deden ze dus wel. Dus ja, dat heb ik besteld. Nou moet ik zeggen, twee van de drie dingen zijn sokken. Maar goed, kan je nooit genoeg hebben. Het zijn namelijk sokken van Champion. En ja, het zijn twee paar setjes. Maar er zit drie paar in per set. Dus best wel veel sokken. En ze kosten €2,99 per set. En dit zijn van die footies. Ja, die draag ik heel erg graag wanneer ik sneakers aan heb. Want ja, ik vind het echt verschrikkelijk als je sneakers aan hebt en je ziet er zo'n sok bovenuit komen. Dus ik heb eigenlijk altijd footies aan. En ja, normaal gesproken heb ik ze van de Primark, want die zakken niet af. Dat zijn eigenlijk sportsokjes. En die zitten gewoon heel erg stevig. Dus die heb ik normaal gesproken altijd. Maar ik dacht, ik zag deze en ik dacht, ik koop het gewoon. En ik ben benieuwd of ze dus goed blijven zitten, maar dat gaan we zo meteen testen. En dat andere paar, dat zijn gewoon hele dikke, lekkere, lange sokken. En die vind ik gewoon lekker als ik thuis ben. Gewoon, dat draag ik eigenlijk altijd, hele dikke, fluffy sokken. En ik dacht dat deze daar wel geschikt voor waren. Ze voelen best wel zacht aan en ze zijn er dus ook in drie kleurtjes. Dus, dat zijn de sokken. Nou, dan als laatste heb ik nog één ding en dat is een hele leuke trui. Nou, eigenlijk een sweater. En wel van Kappa. Nou, ik wist echt niet dat ze Kappa verkochten bij de Zeeman. Maar ze hebben op dit moment gewoon een heel Kappa pak bij de Zeeman te koop. Echt super leuk. Het is niet een heel erg bekend merk. Misschien dat je het wel kent van vroeger. Want vroeger werd het wel dus heel erg veel gedragen. Maar ja, toen de tijd weer niet. En nu wordt het wel weer steeds populairder. Ze verkopen het onder andere bij de Urban Outfitters. En ik zag laatst dat ze ook een collectie hadden bij de Bershka met Kappa. En ja, daar zag ik al een hele leuke trui. Maar die was daar €60. En nu zag ik precies dezelfde trui, maar dan ook echt precies dezelfde, namelijk deze. Misschien ken je het nu wel door het logo. En ja, deze is dus bij de Zeeman te koop voor €16,99. Dus nou, dat is nogal een verschil. Dus ja, dit vind ik een hele leuke trui. Deze kan ik zeker wel leuk combineren. Het is gewoon een hele simpele sweater met een capuchon. Dus die ga ik ook eventjes passen in een outfit. En ja, dit waren alle items, dus ik ga ze nu gewoon allemaal even aantrekken. Oké, het eerste wat ik heb gecombineerd in een outfit, dat is dit topje. En ja, ik vind hem eigenlijk verrassend leuk staan. Ik vind die mouwtjes heel erg schattig. En de kraag vind ik ook best wel mooi. En hij valt ook wel mooi. Het is een beetje een soort blousestofje eigenlijk. Ik heb er een beetje een verkeerde BH onderaan nu, maar goed, daar moet je niet op letten. En ja, dat kleurtje, dat ja, gebroken witte, dat leek me wel mooi staan bij de warme kleuren van deze pantenbroek. Dus dat heb ik even samen gecombineerd. Hij poft alleen niet heel erg mooi, dus het is niet een ideale combinatie, maar op zich ziet het er zo prima uit. En ja, normaal gesproken draag ik bij deze broek eigenlijk alleen maar zwart. Maar met wit staat hij eigenlijk ook best wel leuk. Dus dat heb ik zo gecombineerd en om het dan een beetje ja, af te steken... Hoe zeg je dat? Af te steken? Ik heb eigenlijk geen idee. Heb ik de zilveren schoenen erbij gedaan. Want ik heb ook zilveren accessoires. Dus ik dacht, dan is het een beetje warm en cool gecombineerd. Ik weet niet of ik het helemaal leuk vind, maar ik denk het wel. En ja, dit zou ik nu natuurlijk nog niet echt kunnen dragen, want het is een beetje koud. Maar als het straks wat warmer wordt, dan is het wel gewoon een heel lekker shirtje. En ja, hij zit dus ook best wel lekker. Dus nou, ik ben er eigenlijk wel tevreden over. Ik vind hem best wel leuk. Wat vinden jullie? Oké, nou het volgende is deze leuke top. Dat is die ene met die roesjes. En ja, die zit echt super lekker. Het is echt een heel erg lekker stofje. Hij valt echt precies zoals ik had gehoopt. Dus ja, helemaal blij mee. En ik dacht dat hij wel leuk zou staan met een rokje. Dus dat heb ik ook eventjes met elkaar gecombineerd. Let niet op mijn witte benen. Ja, ik vind het echt super leuk. Ik zou het zo aan kunnen doen wanneer ik uitga bijvoorbeeld. Dus ja, dit is zeker een geslaagde top. En als je nog een leuke basic zoekt, echt wel een aanrader. Dus ja, wie zegt nou dat dit van de Zeeman is, dat zou je toch niet zien. Ik vind het heel erg leuk. Dus ja, zeker weer een aanrader. Tot nu toe heel positief. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Nou, de volgende twee dingetjes zijn dit shirtje en dit vestje. En die vind ik wederom ook weer allebei heel erg leuk. Dat vestje zit super lekker. Hij is zo lekker zacht. En ja, die staat eigenlijk overal wel leuk bij. Dus dat is zeker wel een aanrader. Ook voor de prijs. Hartstikke goedkoop. En ook nog eens super leuk. Dus ja, misschien staat het wel leuker met een zwarte broek eronder. Maar zonder het vestje vind ik dit topje wel heel erg leuk staan bij deze broek.
Dus ik doe het vestje even uit. Zo, nou dit vind ik dus echt een geweldige outfit. Het is echt super simpel, maar daar hou ik wel van. En ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Het shirtje zit echt heel erg lekker weer wederom. Hij is wel wat groter dan het andere shirtje met lange mouwen, zoals je bij de mouwen wel kunt zien. Maar ik vind het V-halsje juist wel leuk. Ik heb echt nooit iets met een V-hals. Ik heb altijd een hoge hals. Maar ik vind het kettingje er heel erg leuk bij staan. Dus ja, ik vind het shirtje eigenlijk wel heel leuk staan. En zeker bij de outfit die ik nu aan heb. Maar aanrader, zeker weten. Hij zit echt lekker, dat shirtje. Dus, wederom weer leuke dingetjes. Dat belooft nog veel goeds voor de volgende dingen. Nou, dan komen we aan bij mijn favoriete item van deze video. En dat is deze trui. Ja, ik vind hem echt geweldig. Hij zit super lekker. En hij is gewoon lekker groot, lekker baggy, maar niet te groot. Ja, ik vind hem heel erg leuk. En ja, het is officieel een mannensweater of ja, hoe je het ook noemt. Maar ja, dat maakt mij echt helemaal niks uit of het nou voor een man of een vrouw is. Hij zit gewoon hartstikke lekker. Dus ja, hier ben ik echt mega blij mee. En het staat eigenlijk overal leuk op. Ik vind hoe ik het nu aan heb bijvoorbeeld ook heel erg leuk. Dat is echt stoer met een beetje, ja, netjes door die schoenen gecombineerd met weer lekker nonchalant door die broek. Ja, ik vind het echt helemaal leuk. I like it very much. Wat vinden jullie van deze trui? Zouden jullie hem ook kopen? Ik vind hem echt heel leuk. Oké, ik ben eventjes op mijn bed gaan zitten, want hier zien jullie die sokken liggen. Die ga ik nu eventjes passen, kijken of het wat is. Ben benieuwd. Oké, nou, ik heb die dikke sokken op het moment aan. Alleen, ja, de vorige keer tijdens mijn AliExpress video liet ik ze zo belachelijk zien. Maar hoe in godsnaam laat je sokken leuk zien? Dus, ja, ik ga maar weer een rare beweging maken. Even kijken hoor. Ja, misschien is zo goed. Kijk. Ik vind het dus echt hele lekkere sokken. Ze zijn dus van Champion. Ze zitten super lekker. Ze zijn lekker hoog. Ja, ik zou ze bijvoorbeeld niet dragen met sneakers. Ik weet dat heel veel mensen dat tegenwoordig wel doen. Omdat dat hip is. Maar ik vind het helemaal niks. Ik hou er niet van als mijn sokken boven mijn schoenen uitkomen. Maar ik zou deze bijvoorbeeld wel heel graag dragen met ja, van die laarsjes. Bijvoorbeeld mijn Dr. Martens. Ik kreeg laatst ook een comment van iemand die zei: draag je lage sokjes in je Dr. Martens? Dat kan ik echt niet. Krijg ik blaren? Nou ja, ik niet. Want mijn zijn best wel soepel in principe. Maar deze kan ik ook lekker indragen. Dat is wel lekker warm. Dus ja, zeker hele mooie sokken. Ja, het ziet er zo natuurlijk niet uit. En als ik het zo laat zien ook niet. Maar goed, ik heb geen idee hoe je sokken moet laten zien. Maar ik vind ze in ieder geval heel erg lekker zitten. En voor €2,99 krijg je dus 3 paar. Dus dat vind ik echt wel een mooie deal voor merksokken. Dus deze zijn goedgekeurd. Even die andere proberen. Oké, volgende sokje zit aan. En deze zit wederom ook heel erg lekker. Hij zit best wel strak om mijn enkel heen. En dat is juist een goed teken. Want dat betekent dat ze waarschijnlijk niet zo heel erg snel zullen afzakken. En ja, ze zitten best wel lekker. Dus ja, veel meer heb ik er eigenlijk niet over te vertellen. Het zijn maar sokken. Maar goed, ja, dit waren eigenlijk alle items alweer voor deze video. Kom even dichterbij staan. Sta ik dan met 2 verschillende sokken? Ja, dit waren dus alweer alle items van deze video. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Ik zelf vond het echt heel erg leuk, want ja, de zeeman heeft me gewoon echt verbaasd. Ik heb alleen maar leuke dingetjes besteld. Alles wat ik aan had getrokken was echt super leuk en kon ik leuk combineren. Dus ja, eigenlijk zijn alle items aanraders. Ik zal natuurlijk van alle items weer linkjes hieronder plaatsen, zodat als jullie ze willen, jullie ze ook gewoon kunnen kopen. Alles was lekker goedkoop, dus ja, dat mag ook wel een keertje. En ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen. Laat ook dus eventjes weten of jullie zulke video's vaker willen zien, want ja, er zijn veel meer winkels waar ik dit kan doen. Dus ja, laat dat zeker even weten. Stem even op de poll. Ik weet het nooit, nog steeds niet. Of jullie dit eens vaker willen zien. En laat ook eventjes in de reactie weten waar ik dan naartoe moet, waar ik dan naartoe moet gaan. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dus, nou, dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg!